Waarom hebben gelovigen vaak een probleem met homoseksualiteit? Dit is de Universiteit van Nederland. Wie denkt dat de kerk anti-homo is? Een aantal was. Iets meer. Voor een deel is dat waar. Maar niet helemaal en niet totaal. Er zijn ook vanaf het begin eigenlijk zijn er predikanten geweest en priesters die zich ingezet hebben voor de homo-emancipatie. Een van de bekenden was Pater van Kilsdonk, die in Amsterdam zich daarvoor inzette en regelmatig te vinden was in de homokroeg de Amstel-Taverne. Ik had nog nooit die naam gehoord. En toen zei hij zei, kunt u niet meekomen? En nou ja, de enige overweging, liep ik mee. Ik kwam daar binnen, in die Amstel-Taverne. En onmiddellijk drukte een paar jongens mij de hand. Hoe gaat het met u? Dus die hadden mij toch ergens al leren kennen als iemand die sympathie, belangstelling, gewoon ontroering ook, over hun eigensoortige, niet algemeen bekende en algemeen gewaardeerde liefdestalenten had. Toen ik dan in die Amsterdam-Vierne zo gastvrij ontvangen werd, toen begreep ik, oh, maar hier moet ik meer komen. Dus kijk, ik was dus duidelijk gast. Ja. Dan ging ik ergens zitten, niet aan de bar, maar ergens zitten of staan, zodat iedereen die dat wou naar mij toe kon komen. Voor een praatje. Van Kilsdonk, veel te vinden daar, een boegbeeld voor die periode van de homo-emancipatie. Was niet de enige, en natuurlijk, er waren ook veel andere stemmen, maar hij ging zover dat hij zei, als ik nou zie hoe homoseksualiteit in allerlei diersoorten voorkomt, dan kan ik niet anders dan concluderen dat het een vondst is van de schepper. Er waren kerken die ook al vrij vroeg bezig waren en ruimte maakten om homorelaties te zegenen. Lang voordat dat burgerlijk huwelijk werd opengesteld, waren de kerken die daar al ruimte voor maakten. En volgens John Boswell, historicus, waren er eigenlijk in de middeleeuwen zijn er al voorbeelden te vinden van zegenrituelen voor homoseksuele relaties. Of in elk geval voor spirituele vriendschappen, zoals het misschien in die tijd meer genoemd wordt. En waarvan sommige mensen nu zeggen dat Boswell het te zeer als een homoseksualiteit definieert. Door de tijd heen zijn er altijd dus die onverwachte voorbeelden geweest van een veel ruimhartige benadering, kerkelijke benadering, religieuze benadering van homoseksualiteit. Maar er is ook die andere kant, de kant van de sodomieprocessen. In 1730 zie je in Utrecht dat er een grote golf is van sodomieprocessen die uiteindelijk over het hele land raast. Wat er gebeurt is dat in die tijd de Domkerk, daar was het middenschip, was van ingestort en de ruïnes die lagen daar nog. En dat was een mooi gebied om wat je vandaag de dag zou noemen als cruising area te gebruiken. Om als man, als je seksueel contact zocht met andere mannen, dan was dat de plek waar je elkaar kon vinden. Enigszins verscholen tussen de rotsen, tussen de steenblokken en dergelijke. Maar dat was ook een plek waar de koster van de kerk wel wat moeite mee had. En uiteindelijk leidde dat tot een soort heksenjacht op homoseksuelen die door de paar jaar die toen volgden, uiteindelijk tientallen minstens mensen het leven heeft gekost. En die negatieve kant, die kritische kant, die veroordelende kant, die zie je vandaag de dag ook in conservatief religieuze groepen. Bijvoorbeeld in Afrika is dat een discussie die veel speelt en die ook aangewakkerd wordt door onder andere evangelicale groepen vanuit Amerika. Kijk maar eens naar Oeganda. Good morning everyone, my name is Pastor Dr. Martin Semper. I'm here in the capacity as the chairman of the National Task Force Against Homosexuality in Uganda. We are making legislation to make sure that sodomy and homosexuality never sees the light of legality in this land of the Pearl of Africa. I've taken time to do a little research to know what homosexuals do in the privacy of their bedroom. One of the things they do is called anal leaking, where a man's anus is leaked like this by the other person, like ice cream. And then what happens, even poo comes out, the other poo's out, huh? And then they eat the poo. Karikaturaal? Dat zou je wel zeggen.
grotesk bijna, bedoeld om vooral afweer, weerstand op te roepen. Het laat zien hoe erg, hoe onsmakelijk, hoe verkeerd dit is, hoe pervers dit is. Maar wel ook ingepast in het kader van wettelijkheid en in het kader van religie. Hij presenteert zichzelf aan het begin ook als pastor. Dus hij kiest duidelijk ook een religieuze laag daarbij. En dat is iets wat je eigenlijk op veel plaatsen in die discussie ziet. En waarbij onmiddellijk de vraag opkomt, en waarom zijn ze daar nou zo fel op? Want dat is niet alleen maar een kwestie van de seksuele dimensie als zodanig. Het gaat ook over een strijd tussen twee werelden. Het gaat ook over een cultuurstrijd tussen bijvoorbeeld Noord en Zuid. Want een van de dingen die ze zeggen, in dit deel van Afrika zal dat nooit gaan gebeuren. Dat ze daar in het noorden, in het westen, in Europa en Amerika, dat ze daar allerlei decadente, perverse dingen doen, dat is hun zaak. Maar hier zal dat nooit gebeuren. Dus het wordt ook gedefinieerd als een cultuurstrijd. Net zo goed als het ook in westerse landen, ook in Nederland, voor een deel gezien wordt, gedefinieerd wordt, als een cultuurstrijd tussen seculiere en religieuze benaderingen. Waarbij religieuze groepen zeggen, dit staat zo haaks op de kern van ons geloof, dit moeten we blijven afwijzen. En seculiere groepen zeggen, kom op, dit hoort er gewoon bij. Dit is een variant in het bestaan, sommige mensen zijn dit, andere mensen zijn dat. In die cultuurstrijd komt natuurlijk ook de vraag op, maar zijn er dan geen religieuze argumenten? Is er niet bijvoorbeeld gewoon verboden in de Bijbel? Wie denkt dat de Bijbel homoseksualiteit verbiedt? Ja, een aantal. Nou, er staat bijvoorbeeld, wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten. Sommige Joodse homo's, orthodoxe Joodse homo's, die vinden dat je zo'n tekst letterlijk moet nemen. En dat je dus alleen seks mag hebben als je staat. Zolang je maar niet het bed deelt, is er niks aan de hand. Dit alles leidt tot de vraag, hoe pas je teksten toe? Hoe kom je nu vanuit zo'n Bijbelse traditie met al die verschillende teksten waar je heel veel over kunt zeggen, hoe kom je daarmee tot een visie die vandaag de dag leiding geeft? En als je dat gaat vragen, werd er onderzoek naar gedaan, mensen gevraagd die zelf gelovig waren, christelijk gelovig waren en homoseksueel, van wat zijn nou de boodschappen die je gehoord hebt toen je opgroeide in de kerk? En zeiden eigenlijk zijn er een aantal basisverhalen die steeds terugkomen. Een daarvan is, het is een vorm van gebrokenheid. We zijn nou eenmaal, we leven op deze aarde waarvan alles nog wat fout gaat, waarvan alles nog wat kapot gaat. De wereld is niet volmaakt en dat betekent dat iedereen wel wat heeft. De een die heeft bijvoorbeeld last van dyslexie en de ander die loopt lastig en de derde is homo. Zo kan je allemaal wel eens wat hebben in het leven. En die gebrokenheid is dus niet per se moreel geladen, maar het wil ook niet zeggen dat je er nou trots op moet gaan lopen wezen. Want het was toch niet zo bedoeld vanaf ten beginnen. Eén stapje verder is dat er gezegd wordt van nee, het is meer dan die gebrokenheid, het is ook zonde. Het is een overtreding van de regels van God. Het is verboden om daaraan toe te geven. Zo mag je niet leven. En dat betekent ook dat het een strijd is. Dat je moet proberen om die neiging, om die daar aan over te geven, dat je die neiging ook moet weerstaan. Je moet strijden tegen alles wat verkeerd is. En voor de een is dat misschien een neiging om te stelen, en voor een ander is dat een neiging om verliefd te worden op hetzelfde geslacht. En in beide gevallen moet je zeggen, die neiging die moet je eigenlijk bestrijden. Je moet proberen zo zuiver mogelijk te leven. In de laatste eeuw, want die verschuiven zit hier in het maatschappelijk vlak, maar ook in het kerkelijk vlak. In de laatste eeuw is dat eigenlijk nog weer een stapje verschoven. Eerst naar, het was fout, naar het is een ziekte, het is een psychologisch probleem. Bijvoorbeeld, je had een te dominante moeder als man zijnde, of een afwezige vader, al dat soort overwegingen. En steeds meer gedefinieerd als meer een soort psychologisch probleem dan als een criminologisch, als een misdaad. En je ziet dat dan ook in de kerkelijke taal, zie je dat het meer als een ziekte wordt gezien, waarvan ook sommigen zeggen van, met de juiste benadering, het juiste gebed, et cetera, kun je ook van deze zieke benadering, van deze scheefgroei in je leven, ook weer afkomen. Vier vrij negatieve beelden zou je kunnen zeggen. Het laatste beeld wat mensen vertelden dat ze dat hoorden in hun kerk, was eigenlijk veel meer een soort positief tegenverhaal. Het verhaal van authenticiteit. Je hebt als mens, moet je eerlijk zijn. Je moet vooral jezelf zijn. Je moet jezelf zo ontwikkelen, jezelf zo uiten, dat je eerlijk kunt zijn naar wie je ten diepste bent. Je moet je hart volgen. En die authenticiteit is vandaag de dag steeds meer bepalend geworden in hoe wij denken over relaties. En hoe meer dat het geval is, hoe ingewikkelder het wordt om tegen mensen die hun authenticiteit volgen en dan verliefd worden op iemand van hetzelfde geslacht, om tegen hen te zeggen, ja, maar voor jullie geldt dat niet. Die authenticiteit wordt van iedereen gevraagd, behalve van homo's. Dat is een hele ingewikkelde boodschap.
En dat is een van de redenen dat je vandaag de dag ook in de meer conservatieve religieuze groepen, dat je ziet dat geleidelijk aan er toch meer ruimte komt om homoseksualiteit te accepteren. Niet dat men het nou per se eens is met de morele keuzes, maar wel dat men zegt van ja, maar mag je nou van iemand vragen dat hij zijn hele leven lang eenzaam blijft? En dat soort overwegingen die horen bij dat denken over authenticiteit. In die boodschappen spelen dus de culture wars die ik eerder noemde, de cultuurstrijd tussen seculier en religieus, tussen Noord en Zuid, met als gevolg dat mensen die op de grens van die twee culturen zitten, bijvoorbeeld als je opgroeit in een conservatief religieuze groep en ontdekt dat je homoseksueel, biseksueel, lesbisch bent, dat je in jezelf die strijd ervaart van en hoe moet ik die twee werelden nou met elkaar verbinden? Hoe vind ik nou een manier om daarmee om te gaan? En dat leidt in een heel aantal gevallen tot psychische problemen. Dat wordt wel genoemd minority stress. Het feit dat je hoort bij een minderheid, betekent dat je ook voortdurend jezelf loopt af te vragen, gedraag ik me wel goed? Ben ik niet te homo in hoe ik me gedraag? In mijn taal, in mijn stem, in mijn kleding en al die dingen meer. En dat je voortdurend als het ware met een kritisch oog van buiten naar jezelf kijkt, van val ik niet op? Pas ik me wel genoeg aan de meerderheid die iets anders van mij verwacht dan wat ik van binnen voel? En die psychische problemen, die leiden in een aantal gevallen in ieder geval tot ernstige verstoringen en leiden er onder andere toe dat het aantal zelfdodingen onder homoseksuele jongeren veel hoger is dan onder andere jongeren. Zorgwekkend. En dat is wel iets waar je met alle ruimte voor verschil van mening wel goed over zou moeten nadenken, hoe we daarmee omgaan. In ons onderzoek bleek ook dat de jongeren die zich op die grens bevinden, dat die vervolgens dus moeten gaan onderhandelen met die twee werelden. Met aan de ene kant de kerkelijke omgeving die hen eigenlijk weinig ruimte laat, en aan de andere kant hun innerlijk en ook de maatschappelijke omgeving die zegt, volg je hart. En in die onderhandelingspatronen zagen we vier manieren. De eerste is dat ze zeggen, ik kies voor een religieuze identiteit. En als dat betekent dat er voor mijn seksualiteit geen ruimte meer is, dan is dat jammer, dan moet ik daartegen strijden. Tot het moment dat ze bijvoorbeeld merkten dat het daarmee niet overging. En dat je kan strijden wat je wil, maar dat sommige dingen nou eenmaal gewoon blijven. En sommigen zeggen dan, dat is dan jammer voor mijn geloof. Als het niet werkt, ik kan niet mijn seksualiteit veranderen. Kennelijk heeft dat geloof dan geen waarde. En die hun geloof vaarwel zeggen. En ook dat is een prijs die je daar dan voor betaalt. Maar misschien word je daar ook wel niet gelukkig van. En de derde strategie die we zagen, die noemen we forensenstrategie. Dat we zeggen dat ze op de ene plek hun identiteit als gelovige vormgaven en op de andere plek hun identiteit als homo. Heel mooi voorbeeld, een student die als hij in het dorp van zijn ouders was, dan gedraagde hij zich helemaal hetero, had nog net geen vriendin, maar het scheelde niet veel. En door de week als hij in de studentenstad was, dan stond hij achter de bar in een homokroeg en dan leidde hij een heel ander leven. En dat ging een hele tijd goed. Totdat zijn ouders op een bepaald moment zeiden, zoon, we zouden eigenlijk dit weekend zouden we wel eens naar de stad willen komen om jouw vrienden te leren kennen. En dan zie je dat er kortsluiting ontstaat en dat die twee werelden die hij probeerde uit elkaar te houden, dat die eigenlijk niet bij elkaar mogen komen omdat dat te gevaarlijk is. En het vierde type, dat is de integratie. Mensen die zeggen, ik ben homo, ik ben christen en eigenlijk dat bij elkaar niet. Dat zijn twee delen van wie ik ben en dat past op een hele natuurlijke manier past dat ook bij elkaar. Zodat je zelfs bijvoorbeeld tijdens de Gay Pride ook tegenwoordig een jaarlijkse kerkdienst hebt. Waar de symbolen van de regenboog, die aan de ene kant staan voor homoseksualiteit of seksuele diversiteit, maar die ook staan voor het christelijke symbool van hoop in de toekomst. Die beelden kunnen bij elkaar gebracht worden voor mensen die geen tegenstelling ervan maken, maar die vooral integreren. Oftewel, waarom is homoseksualiteit zo'n probleem voor gelovigen? Wel, niet voor allemaal. Er is een hele grote variatie aan meningen. Er is wel een cultuurstrijd gaande tussen die meningen en dat maakt alleen maar ingewikkelder voor mensen die op de grens zitten. Elke mening over homoseksualiteit, elke religieuze mening over homoseksualiteit, mag wat mij betreft. Maar het kan wel negatieve gevolgen hebben voor mensen die op de grens zitten. Soms kan religie dus ook schadelijk zijn. Maar kan het ook andersom? Kan het je ook helpen? Kun je beter met tegenslag omgaan als je gelovig bent? Dat vertel ik de volgende keer.